Tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Sint-Annekapel in Zunder is op woensdag 3 juli Joyce Vermu geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Zundert. De beëdiging vond plaats door commissaris van de Koning van Noord-Brabant, de heer Wim van der Donk. Gemeenteraadsleden kijken uit naar een nadere kennismaking en er zijn ervan overtuigd dat Zundert en Joyce Vermu de komende jaren een succesformule gaat worden. Aansluitend kreeg ze de ambtsketen overhandigd van vicevoorzitter van de gemeenteraad Louis van den Boek. Dat die kroonbenoeming voor mij staat voor die onafhankelijkheid op het moment dat die ambtsketen wordt omgehangen na die beëdiging, gebeurt er toch iets bijzonders. Dan ben je ineens van iedereen. En kort geleden sprak ik een oud collega van je. Want ze maakte samen met jou onderdeel uit van de PvdA Tweede Kamerfractie. En zij typeerde jou, Joyce, als aardig, sympathiek, daadkrachtig, doortastend, een aanpakker en een verbinder. En ze zei ook nog, want het was een ze, dat je goed kon dansen. En nou weet ik niet of je dat hier wilt bevestigen of ontkennen. Maar er zullen ook momenten zijn waarop die vaardigheid je goed van pas zal komen. Zundert is een dynamische gemeente waar men van het leven geniet en het leven viert. Een gemeente waar humor en plezier een belangrijk deel van het leven innemen. Maar Zundert is ook een gemeente waar iedereen overal specialist in is en ook overal verstand van heeft. Het college en de gemeenteraad zijn een afspiegeling van de gemeente. Hoe kan het anders? Het zijn van jongste burgemeester komt niet zomaar. Daar hoort een opdracht bij. Iedere jongste burgemeester van Nederland krijgt met het in ontvangst nemen van de Rode Lantaarn ook een opdracht die ludiek is, maar toch wel als belangrijkste kern samenvat dat we proberen als jongste burgemeesters elkaar op te blijven zoeken en elkaar in verbinding te blijven. Over 60 dagen vindt hier het prachtige Corso Zundert plaats. Dat is wellicht wat te kort dag om je opdracht al uit te voeren. Maar het beruchte en beroemde gezelschap van de jongsten zou jou als opdracht willen meegeven om de jongste burgemeesters, de Rode Lantaarn, op een creatieve manier te werken in een van de komende corso's van Zundert. Toen in september het bericht kwam dat in Zundert de zoektocht naar de nieuwe burgemeester werd gestart, werd direct mijn belangstelling gewekt. Terug naar de omgeving waar ik studeerde, de omgeving waar ik veel goede herinneringen aan heb. Naar een gemeente met verschillende kernen op de grens van Nederland en Vlaanderen en met een rijk verenigingsleven. Kortom, een plek waar ik me echt thuis ga voelen. Mijn huis in Zuid-Vlaanderen is verkocht en de verhuizing naar Achtmaal, waar ik de eerste periode ga wonen, is ook al gepland. De komende periode ligt naast mijn reguliere taken het accent op kennismaking. Een kennismaking waarbij ik raadsleden uitnodig mij mee op pad te nemen naar plaatsen in de gemeente waar men trots op is of waar men uitdagingen ziet. Bijdragen aan een veilige woon- en leefomgeving zie ik als een van mijn belangrijkste opgaven. Samenwerking op een grotere schaal dient in alle tijden te leiden tot toegevoegde waarde lokaal. Ik kijk uit naar onze kennismaking en samenwerking, in welke vorm dan ook. Bedankt voor uw komst en laten we samen voor een veilig en bruisend Zundert gaan. Het is voor mij een voorrecht vanaf vandaag uw nieuwe burgemeester te mogen zijn. Dames en heren, hiermee sluit ik deze bijzondere raadsvergadering van de gemeente Zundert. Maar het formele gedeelte is hierbij gesloten. Daarna brengen de gildes de Vendelgroet en sluit de Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak de middag af.